Wat is op staande voet ontslagen worden en wanneer mag dat? Zo, ja, op staande voet ontslagen worden. Nou, dan moet je het wel echt heel bont gemaakt hebben. Fraude, dronken op je werk aankomen. Houdt eigenlijk in dat op het moment dat je iets doet wat echt niet kan, dat je dan weg moet en dat je ook niet meer terug hoeft te komen. Echt strenge regels zitten er wel aan. Eerst is dat er een echt genoemde reden moet zijn. Dus... dringende reden. Ja, ja, en die moet met je gecommuniceerd zijn. Dus moet je ook de kans geven natuurlijk om dan ja, een weerwoord te hebben. Ja. En het moet dan ook direct zijn nadat mensen er bijvoorbeeld achter zijn gekomen. Ze kunnen ook zeggen van, joh, we hebben dit gehoord, we gaan dit nog onderzoeken. Er komt er nog wel een eindafrekening. Wat dat eigenlijk inhoudt is dat daarin eventueel vakantiedagen, salaris nog uitbetaald wordt. Maar ja, stel je hebt bijvoorbeeld schade in een bedrijf toegericht, kan het ook negatief zijn dat bedrag. Ja. Dus dat jij misschien eventueel wat moet betalen of van je salaris wordt ingehouden. Ja. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.